Oké, stel je eens voor. Je bent tussen de 16 en 21 jaar. Je bent een van de gelukkigen die woont in het Westenkwartier en er is een jongerenkunstwedstrijd. En daar doe je aan mee. En je maakt een heel mooi schilderij, of gedicht, of foto, of video, of zelfs iets met architectuur. En vervolgens weer de hoofdprijs. En reis helemaal naar de andere kant van de wereld. Dus je stapt een vliegtuig in en je landt in een mooie Tasmanië. En vervolgens woon je 3 weken lang bij je gastgezin in een comfortabel hutje bij een achter in de tuin. En zij laten je alle moois van het eiland zien. Stel je eens voor dat ze je 's avonds meenemen naar het strand om daar tientallen pinguïns aan te schouwen die aan land komen na een dag op zee om een jongen te voeren. Maar dan kun je geen foto van maken, want het is veel te donker. Maar dat maakt jou niet uit, want jij hebt het gezien. En de volgende dag ga je naar het water om mega indrukwekkende klippen te zien en hoor te zeggen tegen een heleboel zeehonden. En omdat het kan, ga je de dag erop leren surfen op de Tasmaanse golven. En ineens wandel je op een berg. En ineens zie je een wilde walibi. En dan ineens begint het te sneeuwen. In de zomer. En je gaat naar een super vet en hypermodern museum van een rijke gokverslaafde met allemaal bizarre installaties en oude Egyptische mummies. En stel je eens voor dat je nog veel meer avontuurlijke dingen gaat doen, want je bent daar toch 3 weken. Misschien staat er elke dag wel een ongelooflijk vette activiteit voor jou gepland, omdat jij een prachtig mooi kunstwerk hebt gemaakt en de hoofdprijs heb gewonnen.